Hallo en welkom bij de speluitleg van Rovers van de Noordzee. Een spel uitgegeven door White Goblin Games en van White Goblin Games hebben wij het ook gekregen. Ik denk dat je het wel kan horen. Op de achtergrond hoor je de regen vallen. Het is een heerlijke regenachtige avond als ik dit voor jullie opneem en wat past er beter bij een leuk bordspel dan een regenachtige avond? Perfect om lekker binnen te zitten samen en een spelletje te spelen. Nou, dit is Rovers van de Word Noordzee. En ik ga met jullie het spel doornemen. We gaan het spel opzetten, een paar rondes spelen. We gaan het niet tot het einde spelen, maar wel gewoon een aantal rondes. En dan ga ik jullie uitleggen hoe het werkt, waar je op moet letten. En dan zal je zien dat het spel eigenlijk heel simpel is in de basis. Dat uh, de strategie is heel belangrijk. Maar hoe het spel werkt, het spelprincipe, de regels en zo, die zijn eigenlijk veel makkelijker dan de handleiding doet denken. Dit is het spelbord, die moet je neerzetten. Zoals je kan zien, het is een redelijk groot spelbord. De camera staat op de allerhoogste stand. En mijn advies is om het te spelen met alle spelers aan die kant. Want dan kan je namelijk goed kijken hoe dit eruit ziet. Dan kan je alle tekst goed lezen. Alle informatie die erbij hoort, kan je goed lezen. En dat maakt het een stuk makkelijker. Nou, wij gaan nu beginnen met de opzet van het spel. Voor de opzet van het spel heb je het zakje nodig. Je hebt de. Koeienkoppen nodig, de ijzererts nodig, de walkuren en het goud. En deze drie, nou die heb ik even hier zo, tenminste ik, Juviani heeft die voor mij in uh, losse zakjes gezet zodat je het goed uh, kan zien. Hoeft niet, maar wat je daarmee doet, is je doet ze alle drie. Even kijken, zo, net als een goochelaar. <laughs> Doe je ze in het. Uh... Oh, deze wil niet. Doe je ze in het zakje, ja, oké. Okay. Nu zitten ze in het zakje. Een beetje schudden. Je kan het zakje ook dicht doen. Goed schudden. En wat je nu gaat doen. En dit kost best wel wat tijd. <laughs> um, is je ziet als je hier naar het bord kijkt. Dan zie je allemaal uh, cijfertjes en uh, getalletjes uh, staan. Ik heb heel even voor jullie ingezoomd. Als je hier kijkt. Dan zie je hier 3 staan. 2 staan. 3 staan en 3 staan. En al die vakjes hier op het bord hebben allemaal van die getalletjes erbij. Wat je moet doen, je moet dan blind uit het zakje. Moet je in dit geval drie dingetjes pakken en hier neerzetten. Hier zet je er 2 neer, hier zet je er 3 neer. Nou, dat ga ik nu met het hele bord doen en dat zal ik jullie laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Ik denk wel dat ik het ga versnellen, want het kost nogal wat tijd en het gaat dus sneller als je het met z'n tweeën doet. We gaan beginnen bij het fort en dan zien we hier. Zien we 2 staan. Dus zet ik er 2 neer. Je kijkt niet wat erbij staat. Daarnaast staat het getalletje 3. Dus dan pak je er 3. Zo, 1, 2. Hier zijn er 3. De volgende rij zijn er 2. Dan zijn er weer 2. En dan zijn er weer 2. Dan ga je weer naar. Oh. Wat lastiger. Oh. Dan zet je er hier 3 neer. En zo ga je dus de rest van het bord af. Als je het hele bord hebt volgelegd, zoals ik hier heb gedaan, dan heb je nog wat spulletjes over. En de spulletjes die je over hebt, leg je aan de zijkant. Eigenlijk leg je ze, uh, ja, leg je ze aan de, die kant of deze kant van het uh, bord, maar daar heb ik geen ruimte meer. En dit is de algemene stapel. Wat we hier hebben neergelegd op deze vakjes is de buit. Als je op een rooftocht gaat, is wat er op zo'n vakje staat het, uh, de buit die je kan verdienen. Maar we zijn er nog niet, we moeten nu nog wat. Uh, Extra dingetjes gaan doen uh, om verder op door te gaan met het uh, opzetten van het spel. Maar dit is de belangrijkste fase: dat je al deze dingetjes neerzet. Vervolgens gaan we de vikingen neerzetten en we gaan de kaarten en zo verdelen. Als je al je buit hebt neergezet, wordt het tijd om de vikingen neer te zetten. En de vikingen, dat zijn de poppetjes die ik hier heb neergelegd en die moeten dan op deze onderdelen komen te staan. Zo kan je het uh, Net iets beter zien. Als je hier kijkt, dan zie je hier de grijze vikingen bovenaan staan. En al die vakjes hebben dus een viking bovenaan staan met een bepaalde kleur. En het is dus de bedoeling dat we onze uh, vikingen die we uh, hebben liggen, overal op de juiste plek hebben liggen. Nou, dat ga ik dan nu even doen. Maar ik wilde even van dichtbij laten zien, zodat je, wist welk, of zodat je weet welk vakje ik nou precies bedoel waar ik naar kijk. Ik begin weer bovenaan, net als er net. En we zetten hier een witte neer. Een witte neer. En nog een witte. Je zal zien dat de kleuren naar beneden toe steeds uh, lichter worden. De witte vikkingen zijn ook het moeilijkste om te krijgen in het begin. Dus dat is uh, een uh, opbouw van het spel. Maar dat legt zich uh, straks gelukkig vanzelf uit. Kijk, hier gaat een grijze tussendoor. Zoals je ziet, de buiten die overal ligt, is niet erg dat die uh, op sommige plekken helemaal hetzelfde is. Dat betekent gewoon dat het elk spel, strategisch gezien, wat uh, anders wordt. En daarom blijft dit spel ook leuk en spannend. Oh. Alle vikingen zijn hier nu neergelegd. Nu hoeven we alleen nog maar een uh, paar zwarte vikingen hier in het dorp neer te zetten. En de plekken waar, uh, waar je ze in het dorp neerzet... dat uh, zijn de volgende plekken. En dan moet ik heel even kijken of ik het wel goed doe. Het is het poortgebouw. Even kijken waar kan ik hem hier neer kan Ja, zo, daar. Het raadshuis. En dan zetten we de allerlaatste... zetten we op de schatkamer. Waar ben je? Hier is de schatkamer. Zo. Oh, ik uh, vond nog iets vergeten. Deze. Dit zijn walkuren heten. Dat zijn doodshoofdjes. Die hebben we niet meer nodig. Dus die zet ik eventjes opzij. Deze vikingen. Die verdeel je onder het aantal spelers. Als je. nog, maar Als je met z'n tweeën speelt. hou je twee vikingen. Als je met z'n vier speelt. heb je er vier. Nou, wij zijn met z'n tweeën. Nou <laughs> ja, in dit geval niet echt natuurlijk. Maar we zijn met twee spelers. Dus we doen het. Uh, op deze manier. Nou, nu zijn we nog niet klaar met het opzetten van het uh, spel, maar we zijn al dichterbij. We hebben hier nog uh, offertegels. Die zijn heel belangrijk in het spel. En die gaan wij nu even neerzetten. De stapel met offertegels zet je gedekt naast je bord neer. Nou, ja, ik zet het even aan de onderkant. Maar aan de onderkant komen eigenlijk de kaarten van de spelers terecht. En de offertegels pak je drie ervan af en die leg je open. Op deze velden. Oké, okay, dat was de volgende stap. Maar nu hebben de spelers ook nog kaarten nodig. En dan gaan we nu de kaarten verdelen. We gaan nog het proviant verdelen. En de munten verdelen. En dan zijn we eindelijk klaar om met het spel te kunnen beginnen. Elke speler krijgt twee muntjes om te beginnen. En je moet een kleur kiezen. Nou, wij kiezen voor de kleur blauw en rood. Die leg ik even hier neer. Je hebt meerdere blauwe en meerdere rode spelersstukken. Want die moeten we op de juiste plek neerzetten. De spelerstukken die je niet nodig hebt, die leg je weg. Aan de zijkant van het bord zijn allemaal vakjes. En die vakjes die hebben we nodig. Daar moeten we spullen op gaan zetten. Daarmee kunnen wij punten verzamelen. We zetten het blokje van een speler op dit stukje hieronder. Is hij nog in beeld? Oeh, hij is net in beeld. Heel krap. Even het bord een beetje zo naar beneden schuiven. Het is aan de bovenkant helemaal. We zetten er. Eentje hier. Zo. Je mag ze naast elkaar zetten natuurlijk. Je hoeft ze niet zo boven elkaar te zetten, zoals ik uh, nu doe. Maar het past zo mooi. En de laatste twee zetten we hier. Dit zijn de walkurenpunten: de, uh, het harnas, zeg maar. Je, 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 je uitrusting, uitrustingspunten. Je bescherming, om het zo te zeggen. Daardoor word je extra sterk. En dit zijn de scorepunten die je hebt gehaald tijdens het spel. De spelers met de kleuren geef je ook nog een spelerskaart die erbij hoort. Rood en blauw in dit geval. En die heeft twee kanten, zo'n kaart. Een kant met 50 en een kant zonder 50. En de kant zonder 50 leg je voor. Kan, is dat nog te zien? Ja, dat is nog te zien. Die leg je voor elke speler neer. Zodat die uh, dat kan zien. Die 50 die kan je straks helpen. Stel je gaat over de 50 punten heen. Dan, uh, dit gaat hier maar tot en met 49. Zo, daar, dat is 49. En als je dan bij 50 gaat, dan draai je je kaart om, dan zie je 50 en dan ga je daar weer verder met tellen. Je muntjes, die zet je in de algemene voorraad. Dit is de algemene voorraad. Ik laat ze even in het zakje zitten, omdat het anders een rommeltje wordt. En wat je ook nog moet doen aan de algemene voorraad, moet je ook nog een zakje met proviant toevoegen. Laat ik ook nog lekker in het zakje zitten, omdat het, zoals ik zeg, anders echt heel snel een rommeltje wordt. Dus wat wij deden toen we het speelden was. Dat we de helft van de muntjes en van de Profiant eruit haalden. en in de doos uh, lieten. En met de andere helft speelden. En als we meer nodig hadden, pakten we er meer bij. Maar anders wordt het echt een, uh, een rommeltje tenminste. Zo voelde dat voor ons. De volgende stap die we gaan doen is: we gaan de spelers kaarten geven. Het eerste wat je doet, is natuurlijk: je pak je stapel met kaarten en die uh, schutje. Nou, ik heb het natuurlijk ondersteboven. Zo, kijk. Het zijn trouwens echt mooie tekeningen. Het zijn hele. Leuke kaarten, maar zoals je ziet, ze zitten allemaal bij elkaar. En uh, ze moeten dus nog een keer, ze moeten echt goed geschud worden. Uh, als je dit gaat spelen. Ik ga ze nu niet super goed schudden, want voor ons is dat niet van belang. Ik wil jullie alleen laten zien hoe het spel werkt. Je geeft elke speler vijf kaarten, en de speler die kiest van die vijf kaarten drie die hij wil houden, en twee. Die op een aflegstapel gelegd gaan worden. En wat ik nu wil houden is deze. Deze, deze goedkoper, deze. En uh, deze goedkoper. Dus deze twee dure die gaan weg. Die leg ik op een aflegstapel. Niet omdat deze nou precies per se zo slecht zijn. De aflegstapel ligt trouwens even buiten beeld. Want uh, er is niet genoeg ruimte. En de andere speler die doet hetzelfde. Dus die krijgt ook drie kaarten. Ik heb nu even gewoon drie random kaarten gepakt. En die hou je in je. Hand. Dus deze drie komen bij ons in onze hand terecht. Wij zijn blauw. Dan pak je een stapel. En dit is de uh, dorpelingen-slash-huurlingen uh, stapel. En die zorg je dat bij de hand is. Zoals ik zeg, je hebt nogal wat ruimte nodig om dit spel te kunnen spelen. Maar als het goed is, is uh, deze stapel nog net in beeld. Oké, okay. dat was wat. Zoals je ziet... De, het opzetten van het spel kost al redelijk wat tijd. Maar dan heb je ook wat. Dan ben je ook echt klaar om te gaan spelen. Wat is nou het doel van het spel? Het doel van het spel is om indruk te maken op deze meneer. Dit is de hoofdman. Tenminste, in mijn versie van het verhaal heb ik hem de hoofdman gemaakt. En wij zijn allemaal vikingen in hetzelfde dorp. Dit hier is het dorp waar wij met z'n allen wonen. En wij willen. Hier gaan plunderen. Want hoe meer punten wij hier scoren, hoe meer onder de indruk van ons hij is. Dus dat is uh, wat wij willen. Wij willen meer aanzien. Wij willen meer macht. Meer power. Meer punten. Wij willen winnen. Wij willen de meest invloedrijke viking worden van ons dorp. Maar we hebben dus wel een gezamenlijke stapel. En we hebben gezamenlijke ja, huizen waar wij allemaal uh, onze dingen vandaan halen. Hoe werkt het nou? Nou, wij willen. Het bord aangevallen. Ik heb hier even ingezoomd op de haven om het te laten zien. Wij willen deze buiten die hier staat, hebben. En om de haven aan te mogen vallen, hebben wij hier om één punten te krijgen. Want de haven is maar één punt. hebben wij één proviant nodig en drie bemanningsleden. En elk van deze vakjes, van deze uh, ja, aanvalsplaatsen, plekken waar wij op rooftocht kunnen gaan, die hebben hun eigen eisen. Als je het vanaf hier bekijkt. Hier heb je bijvoorbeeld. Twee proviant nodig en twee bemanningsleden. Um, krijg je ook één punt voor. Hier heb je drie proviant nodig en twee bemanningsleden. Maar naarmate je verder het land ingaat, dan kan je zien dat je hier bijvoorbeeld drie proviant nodig hebt en drie bemanningsleden. Maar de punten die je krijgt, zijn in een keer anders geworden. Um, je kan het niet zo goed zien, maar ik zal het gewoon vertellen. Hier staat bij deze buitenpost 10 punten en of 10 en 2, 16 en 4. Je moet straks met Eén dobbelsteen gaan gooien, want hier zie je een vraagteken bij staan. En met één dobbelsteen betekent dat. En als je dan met die ene dobbelsteen samen met jouw bemanningsleden uh, genoeg punten haalt, en oh, samen met je bemanningsleden en je bescherming, je, je harnas, je, dan als je dat hebt, als je dan meer dan 10 punten of meer hebt, dan heb je twee punten. Maar lukt het je om 16 punten of meer te halen, dan krijg je vier punten, en die vier punten mag je dan hier. Omhoog schuiven. Maar dat gaan wij zo meteen zien. En hier bij het, de rondjes, die je hier zo ziet, dan zie je twee kleuren. Grijs en zwart zie je hier staan. Hier zie je grijs staan en hier zie je wit staan. En dat is de kleur van de viking die het aan. Mag vallen. Je moet een kleur van die viking hebben om het aan te mogen vallen. Dus je ziet dat je niet met zwart hier aan kan vallen. Want je hebt nog geen grijze viking. Nou, dat was voor ons het eerste probleem wat wij in de handleiding tegenkwamen. Maar hoe komen we dan aan die grijze vikingen? Nou, het idee is dus dat jij hier eerst genoeg spullen gaat verzamelen in het dorp. En dan met jouw bemanning landinwaarts gaat trekken. Daar komt het eigenlijk op neer. Je gaat eerst met je bemanning en je boot ga je naar een haven toe. Die ga je overvallen. En na de haven ga je naar een buitenpost toe of naar een klo. Toe en dan ga je het klooster of het buitenpost ga je aanvallen, en als je daar eenmaal voorbij bent, dan ga je naar het fort toe. Dus op die manier, met dat in je achterhoofd dat je land inwaarts gaat trekken, wordt het in een keer een stuk logischer. Dus we gaan zo meteen hier beginnen en dan gaan wij langzaam uitbouwen naar boven toe, en dan uh, wordt het allemaal een stuk leuker. En je ziet ook om hier aan te mogen vallen bij het fort, hebben we bijvoorbeeld twee goud nodig. 2 proviant en vier bemanningsleden. Hier hebben we zelfs 4 proviant, 1 goud en 5 bemanningsleden nodig. Alleen het aantal punten dat je kan halen als je het goed doet, is wel 11. Dus het loont om een fort aan te vallen. Nou, dat is, uh, dat is waar je een beetje rekening mee moet houden. En we kunnen een heleboel punten halen op verschillende manieren. Hier zie je een rij met getallen. En als jij bijvoorbeeld bij de Wapensmit gaat: dit is je wapenuitrusting, zo heet dat dan heel netjes. Dan kan je extra wapenuitrusting kopen uh, met ijzer of met munten. En hoe hoger je hierop komt. Hoe meer, punten, hoe meer uh, je aanvalskracht wordt. Maar hier zie je bijvoorbeeld naast de 9 staat een 6. En als, jij dus, als het je lukt om 9 aanvalspunten te halen, of uh, ja, wapens met punten uh, bescherming te krijgen, dan krijg je dus 6 punten aan het einde die je erbij op mag tellen. Het kan ook gebeuren dat als jij een plek aanvalt, zoals deze haven, dan staan daar twee kleine zwarte doodshoofjes op. Nou, ik zal ze even laten zien. Dit is een valkure. En het is natuurlijk heel naar, want als je een valkure pakt, dan gaat één bemanningslid dood per zwart doodshoofdje. Dus in dit geval zouden er twee dood gaan. Maar je de, de stamhoofd, die houdt wel van hele sterke verhalen. Dus die beloont jou door jouw poppetje hier, of jouw, jouw, jouw fiche één plek omhoog te laten gaan per walkuren die, die je bent tegengekomen. En zoals je ziet, als je zes walkuren bent tegengekomen, dan heb je zes bemanningsleden moeten offeren. Dat is wel heel veel, maar dat is wel tien punten waard. Dus dat gaat ook heel hard. Dus het is niet erg om je bemanningsleden op te offeren. Het is zelfs zo dat er sommige kaarten zijn. die uh, zeggen van. Uh, als dit bemanningslid doodgaat. zet hem terug in je hand. in plaats van op de aflegstapel. Dus die kan je elke keer weer gewoon weer terugleggen. En dat is een hele, hele handige. sterke kaart. Um, nou, jullie hebben nu een beetje het uh, idee. Oh, wacht even. Nog een plek hoe je punten kan verzamelen. zijn deze drie offertekens. Wat je hiermee doet is. als je uh, bij het langhuis een uh, witte of grijze viking neerzet, dan mag je een kaart hier kopen met de prijs die erop staat. Dus deze prijs van drie punten, want die krijg je erbij en die mag je aan het einde toevoegen. Die krijg je door twee muntjes en een ijzer te betalen. Vier punten krijg je door twee ijzer te betalen en zes punten, dat echt heel veel is, door twee V en twee ijzer te betalen. Nou, dan haal je, de, als je dat hebt betaald, haal je er eentje vanaf en leg je een nieuwe hierbovenop. Er zijn een aantal manieren hoe je kan winnen. Eén manier hoe je kan winnen is als er hierboven bij de forten, als er vijf lege vakjes zijn. Nou, tenminste, niet hoe je kan winnen, hoe het spel eindigt. Als er hier vijf lege vakjes zijn en er is dus nog maar één fort te overvallen, dan begint de laatste ronde. Dus degene die dat heeft gedaan, die ervoor heeft gezorgd. Die dat heeft gedaan, die is de laatste persoon geweest van die ronde. En daarna gaan alle spelers nog één keer, inclusief de speler die uh, de, het einde heeft veroorzaakt, die gaan er nog allemaal. Maar dat is, is dus een uh, winstoptie om dat te doen. Een andere winstoptie die je kan krijgen is als deze offertegels op zijn. Dat is ook een manier hoe je kan uh, winnen in dit spel. De laatste manier hoe je kan winnen is als er geen. Walkuren meer in het spel zijn. Dus als het om een of andere reden is gelukt om alle zwarte doodshoofdjes van het veld te spelen, dan is het spel ook. Voorbij. Dus dan, tenminste, dan gaan allemaal elke keer in werking wat ik hier bij het fort uitlegde. Dat staat allemaal gelukkig wel redelijk duidelijk in de handleiding. Maar dat is wel even iets waar je rekening mee moet houden. Want je hebt sommige spelers natuurlijk, wat je als tactiek kan doen, is dat jij weet dat jij voor ligt op punten, maar dat iemand anders misschien bezig is je in te gaan halen. Dan kan je dus erop richten om bijvoorbeeld het laatste fort weg te pakken, of om alle walkures te pakken, of uh, om zoveel mogelijk van deze offer tegels te kopen. Nou ja, er zijn verschillende manieren hoe je je richting het einde kan gaan. Maar je moet er dus ook op letten dat je niet een hele lange strategie aan het plannen ben... terwijl het hier bijna leeg is. Want dan uh, kan je het niet meer uitvoeren. Nou, als je begint... dan heb jij één viking in je hand. En wat gaan we hiermee doen met deze viking? Nou, zullen we eerst even kijken trouwens... wat uh, onze kaarten zijn. Kijk, de kaarten die wij hebben... Is een cartograaf. En die kost om als bemanningslid te krijgen, kost die 1 muntje. We hebben een intrigant die kost 3 muntjes. En we hebben een wreker en die kost drie muntjes. Hierbovenin zie je op de kaarten drie getallen staan. Nou ja, we zien niet drie getallen op de kaart staan. We zien hier drie, drie kaarten met ieder een getal. Maar deze drie, en die drie, en die drie, en die drie, dat zijn de aanvalspunten die je hebt. Dus deze cartograaf kost je één muntje. Maar hij levert je geen aanvalspunt op. Maar zijn. Uh kracht is dat je één goud minder hoeft te betalen bij de een overval op een fort. En de meeste forten, nou eigenlijk alle forten, die hebben allemaal één goud als minimum betaling nodig om het te mogen overvallen. Dus deze cartograaf is wat dat aan gaat veel waard. Alleen het wordt dan wel moeilijker om de hoogste dobbelgooi te krijgen. Nou, dan hebben we hier de wreker. Indien gedood, kies je een tegenstander die ook een bemanningslid verliest. Dus dan heb je allebei Dikke vette pech. En de intrigant is score 1 bij een overval op een haven. Dat betekent als je. Oh, nou kijk, er is net een haven hier in beeld. Normaal krijg je bij een haven maar één punt. Je hoeft niet te dobbelen. je krijgt gewoon die haven succes ermee. Gefeliciteerd, je hebt een haven gewonnen. Maar het is maar één puntje. Met de intrigant krijg je dus in totaal twee punten. Dus dat is relaxed. Nou, dan zijn ze bemanningsleden. Maar. Je kan het hier, dit komt echt alsof het zo gepland is. Hier zie je het raadshuis. Daar zie je een icoontje staan met een, uh, met een driehoekje. En dat betekent dat als jij hierop staat en dan kan je een actie doen. En die actie is neem één proviant van een tegenstander. Dan speel je deze kaart, leg je hem op de aflegstapel en dan krijg je een proviant van je tegenspeler. Hier staat betaal één proviant en ontvang één goud. Goud heb je nodig voor de forten. En... Alle tegenstanders verliezen één munt, dus dan kan je ze het moeilijker maken. Nou, hij, deze kaarten kunnen niet twee dingen tegelijkertijd zijn. Ze zijn of een bemanningslid of je speelt. Ze. Als je ze speelt, worden ze weggelegd. Als je ze een bemanningslid maakt, dan leg je ze voor je open neer en dan krijgen ze dus, uh, zo, dan zijn ze dus op deze manier te spelen. Dus alle, elke keer als je een aanval doet... moet je daar op letten. Maar als je hem dus speelt... dan is het dit wat er gebeurt. Dan zijn er nog een paar speciale kaarten. Helden. Die hebben twee keer dit. En die zijn gewoon extra sterk. Um, dit hebben we nu in onze hand. Hier gaan we eigenlijk nog niet echt iets mee doen direct. Dus ik hou ze even hier uh, bij me. Of ik leg ze eigenlijk hier uh, open neer. Zo kan je ze zien. Ja, je kan ze zo open zien. Normaal hou je ze open in je hand. Wat ik dus ga doen. Ik ga... Met mijn poppetje ga ik nu een actie ondernemen. Ik moet altijd één poppetje in het veld brengen en ik moet één poppetje van het veld afhalen. Ik mag nooit hetzelfde poppetje van het veld afhalen die ik heb neergezet, tenminste binnen deze beurt. En nou, ik weet dat ik proviant nodig heb en als ik hier kijk, dan zie ik als ik hem op de zilversmid neerzet, dan krijg ik bijvoorbeeld drie muntjes voor het zwarte poppetje. Bij grijs of wit fikkentje krijg ik maar twee munten. Als ik hem bij de molen neerzet, krijg ik met een zwarte fikking maar één. Proviant. En met grijs 2. En met wit zelfs 2 of een goud. Nou, bij de wapensmid mag ik hem nog niet neerzetten, want dat is grijs en wit. Het langhuis is ook grijs of wit. Dus ik moet hem nu. Uh, ik kan hem bij de brakken neerzetten, want die heeft geen kleur. En dan uh, mag ik een uh, bemanningslid inhuren. Is nog niet echt super handig. Omdat ik nog niet zoveel munten heb. Ik kan wel de kartograaf neerleggen. Maar ik uh, wil dat nog niet. Ik wil eerst even bij de molen wat. Uh, ja, nou, ik ga bij de zilvers, ga Ik ga wat munten verzamelen. Dus ik zet hem hier neer. Dan moet ik de actie die hier staat uitvoeren. Nou, ik moet het niet. Die mag ik de actie die hier staat uitvoeren. Dus als ik daar geen zin in heb, omdat het me niet uitkomt of zo. Dan hoef ik dat niet te doen. Maar nu wil ik dat wel doen. Dus ik ga naar de proviantstapel. Naar de algemene stapel. En ik geef mijzelf in dit geval. Drie muntjes. Die drie muntjes leg ik bij mijn stapel. Nou, nu is mijn tweede actie. Ik moet een viking in mijn hand hebben. Dus nu ga ik bij een van deze drie vikingen. Die ga ik pakken. En dan uh, gebeurt er wat. Ik kan bij de schatkamer eentje wegpakken. En dan moet ik een van mijn kaarten inleveren. En dan krijg ik twee muntjes. Maar ja, ik heb hier net drie muntjes gehad. Dus dat vind ik niet nodig. Ik heb hier bij het raadhuis. Mag ik een van deze. Als ik hem, da als ik hem daar weghaal, mag ik een van deze drie blauwe icoontjes spelen heb ik ook nog niks aan, dus ik ga naar het poortgebouw. Die pak ik naar mijn hand toe en dan mag ik de actie van het poortgebouw uitvoeren. En dan kan je hier zien dat ik twee kaarten mag pakken, want dat betekenen deze twee plusjes. De twee kaarten die ik heb zijn deze twee kaarten. Je mag inderdaad maar acht kaarten in je hand hebben. Het moment dat je meer dan acht kaarten hebt, dan uh, moet je de Kaarten die je teveel hebt, weer terugleggen in de aflegstapel. En ik had trouwens net gezegd dat je de kaarten die je uh, van de vijf kaarten die je in je hand krijgt aan het begin. moet je er twee wegleggen. Maar die twee leg je niet op de aflegstapel, zoals ik zei. maar die leg je onder de uh, dorpelingenstapel. Dus dat was even, uh, dat had ik even over het hoofd gezien. Maakt niet uit. Het is niet heel erg als je het op de aflegstapel legt, zijn er gewoon twee dorpelingen minder. Uh, ik heb dus die bij het raadshuis. Of ik heb die bij uh, het poortgebouw gepakt. Nou, nu is de andere speler. Die pakt zijn viking. En die zegt: Nou, wat wil ik uh, doen? Wil ik de barakken? En die kan dezelfde keuzes maken als uh, ik. Maar die kan hem dus nu niet op de zilversmid zetten. Want die is al bezet. Maar, weet je, het is nu gewoon handig. Die denkt: Nou, weet je, ik wil mijn poortgebouw. Want ik wil ook twee kaarten hebben. Dus dan krijgt die persoon. Twee kaarten. Een uh, Ronselaar en een uh, Berserker. Deze Berserker is trouwens diegene die zo handig is. Indien gedood bij een overval, neem deze kaart terug op de hand. Super handig. Um, dan legt die, neemt hij die in de kaart, in de handen. En dat is geen probleem. En nu moet hij dus een Viking hier weghalen. Maar dat mag niet degene zijn van het poortgebouw. En nou ja, zoals ik zeg, muntjes zijn handig. Dus die persoon, de andere speler, neemt deze bij de zilversmid weg. En die krijgt op die manier ook weer toegang tot drie muntjes. Want het is een zwarte viking. En een zwarte viking staat naast het drie muntjes-icoontje. Oh, dat waren er vier. En op deze manier ga je dus door. En op een gegeven moment heb je dus genoeg spullen. Tenminste, dat denk je. Want ik ga nu ben ik weer aan de beurt. En als ik hier naartoe kijk. Dan zie ik dat ik uh, van deze uh, plekken is het het makkelijkste om bijvoorbeeld deze haven te gaan aanvallen. En dan heb ik één proviant nodig en drie bemanningsleden. Hoe kom ik eraan? Nou, ik zet mijn zwarte poppetje op de molen. Dat kan, dat, ik moet wel. <laughs> ik kan niet anders. Dat is de enige manier hoe ik aan proviant kan komen. En dan zie ik dat ik één proviant Krijg, want het is een zwart poppetje en dan krijg je één proviant voor. Die, die ene proviant pak ik van de algemene stapel en die leg ik dan bij mijn poppetje neer. En nu heb ik dus nog geen bemanningsleden, eh, maar ik heb wel al mijn poppetje neergelegd. Anders had ik hem bij de barakken neer moeten zetten. Nu ga ik er dus weer eentje weghalen ergens. Dat mag dus niet de molen zijn. En... Uh, ik weet dat ik veel muntjes nodig heb om mijn poppetjes te kunnen spelen. Dus dan ga ik hier ga ik kijken. En ik zie dat deze bijvoorbeeld vier muntjes kost. Hij is heel sterk, maar ik kan hem in het begin toch nog niet spelen. Dus wat ik ga doen, ik ga bij de schatkamer ga ik deze weghalen. Dit, uh, deze viking. En dan krijg ik 2 muntjes. Maar ik moet wel een kaart afleggen. Dus deze gaat wel naar de aflegstapel. En ik krijg er weer 2 muntjes bij. Zo. En, oh, nu ik laat hem vallen. Nu is weer de volgende persoon aan de beurt. En zoals je, nou ja, zoals je alweer kan raden, dat gaat redelijk makkelijk. Deze persoon, die in het begin zou je een beetje dezelfde zetten doen. Maar deze persoon denkt: Ik heb genoeg muntjes. En uh, dit zijn mijn kaarten. Deze kost maar één. En deze kost twee. Dus wat ik ga doen, ik uh, zet mijn poppetje op de barakken. Dan mag ik een kaart spelen. Ik uh, speel bijvoorbeeld. Uh, nou, welke? Ik heb genoeg muntjes. Ik speel de Ronselaar. Betaal één munt minder voor mijn manning bij de barakken. Dat is een hele goeie. Dus die leg ik als eerste neer. Want al mijn volgende poppetjes zijn nu dus één goedkoper. Maar hij kost mij twee muntjes. Dus die twee muntjes die leggen wij uh, op de algemene stapel. En nu heb ik één bemanningslid. Tenminste, mijn tegenstander heeft één bemanningslid. Is nog niet genoeg, maar het begint al ergens op te lijken, uh, want we hebben er meer nodig. Nou, zo ga je dus eigenlijk in het spel verder. Tot... Oh, ze dus moeten nog even één persoon weghalen. De persoon die we weg gaan halen, dat uh, wordt bij de molen. Halen we die persoon weg, want, nou ja, zoals ik zeg, je hebt proviant nodig om aan de overkant te komen. Want je hebt natuurlijk voedsel nodig om je bemanning tevreden te houden. Anders uh, komen ze niet gelukkig aan. En je moet natuurlijk wel een goede bui zijn als je op een rooftocht... Gaat. Nou, zo gaat het dus eigenlijk hier een tijdje door, net zolang tot je tot één persoon genoeg heeft om de eerste haven aan te vallen. En wij gaan even doorskippen naar dat moment. Zo, daar zijn we. Ik heb alle stappen gedaan. Deze hand, als ik, dus dit ben ik eigenlijk, zoals ik met wie ik speelde, heeft twee bemanningsleden en ik heb drie proviant hier liggen. Dus ik zal even kijken of ik het wat netter neer kan zetten. 1, 2, Drie proviant kan je hier zien. Hier zien wij twee proviant. En met deze drie proviant kunnen wij hier aanvallen. Twee bemanningsleden zien we hier staan. En drie proviant. En dat is een van deze havens. Maar wil ik dat wel? Want hier zie ik één valkuure, twee valkuur en twee valkuur. Hier zie ik geen valkuur, Maar ik heb niet genoeg poppetjes om dat aan te vallen. Dus ik ga gewoon wel aanvallen. Want dan kan je meteen zien hoe een valkuur werkt. Dus dat is wel zo handig. Dus dan pak ik mijn viking. En dan zet ik hier op een van deze drie cirkeltjes. En je kan hier zien dat het zwart en grijs. Zwart en grijs mag dit aanvallen. Dus ik zet hem er neer. Dan krijg ik sowieso één punt. En dan moet ik één van deze drie kiezen. Nou, ik ben niet bereid. Oh, ik zal deze even aan de goede kant neerzetten. Ik ben eigenlijk het liefst niet bereid om uh, heel veel van mijn poppetjes op te offeren. Want als ik bijvoorbeeld deze zou pakken, dan krijg ik wel. Uh, oh, ik heb hier eentje te veel nergens. Ik, ik, uh, ik zoemel gewoon. Ik hou even gewoon een mijn walkuren weg. Hier mogen er drie. Oh, wacht even. Die is gewoon verschoven. Kijk. Zo. Hier zijn. Uh, hier zijn twee walcures. Eén walcure en twee walcures. Maar hier krijg ik er maar drie. Hier krijg ik er vier. En hier krijg ik er vier. Alleen, het zijn twee walkures, dus Dan krijg ik twee goud. Hier een goud en een ijzer. Hier ook een goud en een ijzer. Dus ik kies. Voor deze middelste. Dan pak ik mijn uh, buiten pak ik weg. En die zet ik bij mijn uh, stapel. Van mijn eigen stapel. En dan pak ik dit vikingje weg. En neem ik in mijn hand. En deze is grijs. Dus er is nu een grijze viking in het spel gekomen. Nou, dan is mijn tegenstander. Want ik heb één viking erin gezet. En eentje eruit gehaald. En de actie hier is dus aanvallen. En. Uh, niet, ja, en terugtrekken. De volgende actie is. Ik heb hier drie poppetjes. En twee provianten. Oh, sorry. Ik moet natuurlijk wel de prijs betalen. En dat is. Uh, de proviant moet ik betalen. En. Er zit een wauwkure in. Die wauwkure die leg ik weg. Die hoeft niet naar de stapel. Maar ik moet nu een van mijn kaarten opofferen. En ik, op en ik offer de. Carto graaf op, want die levert eigenlijk niet zoveel punten op. Dus die vind ik niet zo spannend nu. En. Sorry. Uh, nu mag ik dus mijn steentje, want ik was blauw. Mag ik eentje hier omhoog zetten? Ik heb één valkuur, ik heb één offer gebracht. Nou, mijn tegenstander is nu. En die zet zijn. Uh, even kijken, waar is. Oh, ik ben volgens mij hier. Net gewoon helemaal vergeten een poppetje weg te halen. Dat was bij de mode. Die had ik hier neer moeten zetten. Sorry. Um, die zet een poppetje dus bij deze neer. Want die heeft drie vechters. En uh, die mag nu kiezen welke hij uh, welke wil. Deze heeft 2V. En 2V kan je gebruiken om uh, meer proviant <laughs> meer, meer provian te krijgen. Veel goud is handig om hier te krijgen. Dus ook iets om over na te denken. En hier. Bij deze heb ik goud, ijzer en vee. Hmm, dat klinkt wel heel erg goed. Nou, wij uh, we gaan toch, nee, we gaan voor deze, voor de meeste buiten. Die pakken we, die legt die persoon bij zijn stapeltje neer. En even kijken, waar is nou het zwarte poppetje van die persoon? Oh, die staat hier. Deze wordt terug in de hand genomen. Zo zie je dat ik eigenlijk bij al deze dingen gewoon een aantal stappen ben vergeten. Want wat ben ik vergeten? Deze persoon heeft één overwinningspunt gehaald. En dat één overwinningspunt moet je hier neerzetten. Ik heb zelf ook een overwinningspunt voor die gehaald. Dus die moet ik ook eentje neerzetten. Je moet er wel bij met je hoofd bij blijven. En zoals je ziet, er gebeurt best wel veel. Maar... Zo zie je dus hoe je steeds verder het land in kan trekken. Als je een uh, grijs poppetje hebt, zou ik hem nu dus ook bijvoorbeeld hier mogen plaatsen. En dan kan ik deze. Uh, deze plek aanvallen, het klooster. En als ik daar win, dan pak ik deze witte terug. En dan heb ik dus een wit poppetje in mijn uh, inventaris die ik kan gaan gebruiken. Wat je ook uh, kan doen, is dus hier bijvoorbeeld hem neerzetten. En dan uh, ga je naar de wapensmid toe. En dan lever je dus uh, dat in. En dan gaat deze dus omhoog. En bij het aanvallen, als je dus dat hebt gedaan, dan ga ik hier uh, even kijken. Wat was een makkelijk, een beetje laag? Nou, deze is een beetje laag. Dan zie ik hier dat ik 8 en 14 heb staan. Dat, zijn de warp, dat is het aantal ogen dat ik moet gooien om 2 of 4 punten te krijgen. Hier zien we 1 dobbelsteen. We zien hier een vraagteken. Hier zien we er ook één. Hier zien we er 2. Dus hangt het vanaf met hoeveel dobbelstenen je mag gooien. De dobbelstenen die we hier zien, die is bijzonder. Die gaat tot en met 5 en 2 staat er 4 keer op. Dus stel ik zou uh, deze plek aan willen vallen. Dan moet ik dus hoger dan 14 gooien om het maximaal aantal punten te krijgen. Nou. Laten we eens gaan kijken. Ik heb om precies te zijn twee punten bij mijn, van, mijn, van mijn poppetje. Dat zijn twee aanvalspunten. Ik heb twee aanvalspunten van mijn uh, bescherming, van mijn wapensmit, van mijn wapens. Dus dat is vier punten. Nu moet ik dus nog vier of hoger gooien om deze twee punten te krijgen. Dus dat is eigenlijk helemaal niet slim als ik deze zou aanvallen. Maar stel we doen het en ik heb nu drie gegooid. Ouch, dat is vervelend. Als ik de 3 gooi, dan heb ik dus niet genoeg punten. Dan zit ik op 7 punten, dan krijg ik dus 0 punten. Maar, ik heb deze kaart. Eenmaal per overval mag je 1 dobbelsteen op 0 gooien, staat hierop. Nou, dat is relaxed. Dus dat doen we dan. En dan hoop ik dus dat ik 4 gooi. Oh, weer 3. Nou, ik heb dikke vette pech. Maar als ik 4 had gegooid, dat maken we er nu gewoon even voor het gemak van. Als ik 4 had gegooid, had ik dus in totaal 8 punten gehad. Dan mag ik mijn... Steentje hier 2 naar voren schuiven. Van 1 gaan we dan naar 3. Dus ik heb hem nu 2 naar voren geschoven. Dus op deze manier scoor je punten. Je kan. Oh, ik heb hier van alles naar beneden gegooid. Je kan uh, hier dingen uh, verzamelen. Je kan nieuwe kaarten krijgen bij het poortgebouw. Je kan je, je poppetjes in het spel brengen. Zo ga je dus steeds door. Het is elke keer 1 erin, 1 eruit, 1 erin, 1 eruit. Totdat op een gegeven moment, dus dit allemaal. Zo, weg is gehaald en opgevangen is of uh, veroverd is, om het zo te zeggen. En dan gaat dus jouw laatste ronde in. Dan is iedereen nog één keer aan de beurt als deze situatie is ontstaan. En dan uh, ga je je punten optellen. Of de situatie ontstaat als deze allemaal op zijn. En dan weet je dat iemand goed heeft gescoord. Of die situatie ontstaat dus als deze allemaal op staan. Nou, dat zijn de manieren hoe je het spel gaat beëindigen om je punten te gaan tellen. Het spel heeft zoals je ziet een beetje een lange uitleg gehad. Maar dat komt omdat ik alles heb laten zien en een beetje uitgebreid heb verteld. Maar je kan er dus, als je dit eenmaal hebt gezien, kan je er wel zo mee aan de slag. Het wordt natuurlijk wel steeds leuker als jij weet wat al deze kaarten een beetje zijn. Dus je kan ze misschien stiekem een keer van tevoren een beetje doornemen. Zodat je weet wat je te wachten staat. Waar je een beetje in je spel op kan hopen, gokken en rekening mee kan houden. Maar weet je wat het is? Het is wel echt een leuk spel, Rovers van de Noordzee. En het is ook wel echt de moeite waard om het uh, te leren en te spelen. Het enige wat nu een beetje nado is. Ik heb hem hier nu zo staan. Ik moet hem nu ook weer op gaan ruimen. En dat is ook nog wel even een dingetje. Het kost wat tijd. Je kan alles natuurlijk zo opvouwen en in de doos mikken. Ik ga het een beetje sorteren zodat ik straks weer sneller aan het spel kan beginnen. Dat maakt het voor de volgende keer leuker. Maar dit zijn de hoofdregels van het spel, zodat je in ieder geval aan de slag kan. Je moet natuurlijk wel zelf even de handleiding doornemen. Want daar zijn nogal wat kleine details in. Want uh, soms gaat een poppetje dood. Maar dat heeft weer met een kaart die in het spel zit. Die laat het weer anders gaan. En uh, ja, er zijn gewoon dingetjes die je moet lezen. Voor de zekerheid. Zodat je dat weet. Maar dit is dus de basis van het spel. Hoe het inbrengen en uitbrengen van een viking in het spel werkt. Je hoort bij hetzelfde dorp. Je hebt daardoor dus gezamenlijk je spullen waar je beschikking tot hebt. En uh, nou... Dit was Rovers van de Noordzee van White Goblin Games. Winnaar van het uh, Nederlandse, spel, uh, de Nederlandse spellen, spellen Award hebben ze gewonnen voor Expert Games. Ik hoop dat je het leuk vindt. Kijk anders even op de website van White Goblin Games voor, uh, waar je hem kan kopen. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.